kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zou worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dan gaan we nu naar 2 Petrus 3, vers 11 tot en met 14. Petrus 3. Vers 11, daar staat dit. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Tot zover. Wij zitten met z'n allen in de decembermaand en de meeste van jullie zullen het wel met me eens zijn dat dat een maand is vol van verwachtingen. Bij Sinterklaas verwachten we welke cadeautjes we zullen krijgen als we dat vieren. En ook met oud en nieuw hebben we allerlei verwachtingen voor het nieuwe jaar, maar zeker ook rond kerst leveren er bij zowel mensen binnen de kerk of binnen de gemeente als buiten de gemeente allerlei verwachtingen. En in de twee gedeelten die ik net met jullie gelezen heb, zie je ook die verwachting terugkomen. In het eerste gedeelte van Lucas gaat het over de verwachting rond de eerste komst van Jezus. In het tweede gedeelte wat we gelezen hebben, in Petrus, gaat het over de verwachting van Jezus' tweede komst. En wat ik vanmorgen met jullie wil doen is dit. Kijken naar de verwachting van Simeon en Anna bij Jezus' eerste komst. En 3 dingen die we daaruit kunnen leren voor onze verwachting van Jezus' tweede komst. Dus 3 dingen die we kunnen leren van de verwachting van Simeon en Anna bij Jezus' eerste komst. En wat wij daarvan kunnen leren voor onze verwachting van Jezus' tweede komst. Nou, het eerste wat ik wil zeggen over die verwachting van Simeon en Anna is dit. De verwachting van Simeon was niet gebaseerd op omstandigheden, maar op het woord van God. We hebben gelezen dat Simeon de Messias verwacht. Maar als je een klein beetje gaat verdiepen in de omstandigheden van die tijd, dan was dat eigenlijk heel bijzonder. God had al 400 jaar niet tot het volk gesproken door een profeet. Israël was bezet door de Romeinen. Er was veel opstand, er was veel geweld, er was veel partijschap. En je had rond de inschrijving in Bethlehem een rebellenleider, dat was Judas de Galilea, daar heeft Gamaliel het later over, die een hele hoop mensen uit Israël tot opstand wist aan te jagen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat er naast al die andere partijen die er al waren, nog een partij bij kwam. Want vandaag de dag is het niet anders als in die tijd. Ook in de kerk was het eigenlijk een beetje een puinhoop. Je had verschillende partijen. Je had de Farizeeën, je had de Sadduceeën, je had de Essenen en je had uiteindelijk ook de Zeloten. Binnen de kerk, zou je kunnen zeggen, als buiten de kerk heerste een hele negatieve, gespannen sfeer. Bezetting door de vijand, partijschappen binnen de kerk, partijen die elkaar bestreden. En dan is het gevaar heel groot, ook als je God wil dienen
En ook als je Jezus wil volgen, om mee te gaan in die negatieve sfeer. Om te denken, het is in de wereld helemaal niks. In de wereld gaat alles mis, wat moeten we nog van de politieke leiders verwachten? In de kerk is het helemaal niks en je gaat strijden voor je eigen clubje. Je gaat bij wijze van spreken strijden voor je club van de fariseeën. Je gaat strijden voor je club van de sadduceeën. En voor je het weet, ook al wil je God dienen, heb je geen enkele verwachting meer van God. En daarom is het zo mooi om te zien dat juist Simeon, een oude man, God wel verwacht. En ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik nu ga zeggen, maar ik vind het juist zo mooi dat hij God verwacht omdat hij een oudere is. Ik zit even een beetje rond te kijken of hier veel oudere mensen in de gemeente zitten. En ik zei al, ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik nu ga zeggen, maar juist oudere mensen, daar ga ik zo meteen ook iets positiefs over zeggen, dus wees niet bang, maar juist oudere mensen lopen het gevaar om in hun leven cynisch, verbitterd en negatief te worden. En nogmaals, dat zeg ik niet om negatief te doen. En dat doen ze ook vaak niet bewust, maar door de dingen die ze in hun leven hebben meegemaakt. Of alle teleurstellingen die ze hebben meegemaakt in de kerk of in de gemeente of in hun eigen leven, kunnen ze cynisch en verbitterd raken. Maar het hoeft niet. Ik ken in onze gemeente ook een paar van die ouderen die hele moeilijke dingen hebben meegemaakt, maar die ondanks dat toch op God blijven hopen. Niet met een nep lach op hun gezicht, maar toch zie je aan hen dat ze op de een of andere manier iets van God gezien en geproefd hebben, waardoor ze zich niet laten meesleuren door die negatieve sfeer. En daarom vind ik het zo mooi dat we dat in dit gedeelte ook zien. Niet alleen bij Simeon, maar ook bij Anna, maar daar kom ik straks nog op. Ze laten zich niet meesleuren door het negatieve, maar ze blijven God verwachten. Maar je moet wel goed kijken om ze te zien. Daarom staat er in vers 25 ook, en zie. Als er in het Grieks staat, en zie in het Nieuwe Testament, dan betekent dat, let goed op, want er gebeurt iets opvallends. Of het betekent, kijk goed uit, want er gebeurt iets nieuws. Te midden van al die negativiteit in Jeruzalem, vanwege al die partijschappen, al die strijd, zijn er toch mensen die God blijven verwachten. En als je goed kijkt, zie je ze lopen. Simeon en Anna voorop. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, hoe komt dat nou, dat ondanks al die negativiteit, Simeon God toch blijft verwachten? En ik denk als je goed kijkt, misschien zijn er meer redenen, dat er tenminste twee redenen voor zijn. De eerste reden is heel simpel. Hij kent zijn Bijbel. Hij kent zijn Bijbel. Hij had natuurlijk zelf geen Bijbel, want in die tijd waren er nog helemaal geen Bijbels. De boekrollen lagen in de synagoge en die werden daar voorgelezen. Maar jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel. Hij wist wat er in het Oude Testament stond. En dat kun je heel mooi zien als je kijkt naar het lied wat hij gaat zingen als hij Jezus in zijn armen heeft. Dat lied wat Simeon zingt zit vol met oud-testamentische teksten en beelden en verwijzingen naar het Oude Testament. Daaraan kun je zien dat hij heel goed wist wat God had gezegd en wat er bij wijze van spreken in zijn Bijbeltje stond. Hij was op de hoogte van wat God had gezegd. Want degene onder ons die veel negatieve dingen hebben meegemaakt of die veel teleurstellingen hebben meegemaakt, die weten maar al te goed hoe makkelijk je het woord van God dan kunt vergeten. Maar Simeon niet. Hij kende zijn Bijbel en hij wist wat God gezegd had. Hij wist dat God had geprofeteerd over de Messias zou komen. Als je een keer tijd over hebt, zou je eens een keer alle teksten in het Oude Testament op een rijtje moeten zetten waar gesproken wordt over de Messias. Dan kom je op minstens 350. 350 keer zegt God in het Oude Testament iets over de Messias die zal komen. En tegelijkertijd is dat niet genoeg. Je kunt bij wijze van spreken de hele Bijbel uit je hoofd kennen. Je kunt alle teksten weten waar iets over de Messias geschreven staat. En toch God niet dienen. Toch God niet verwachten. Dat is precies wat je in die tijd ook zag gebeuren. Want als Jezus geboren wordt, dan komen de wijzen uit het oosten. Die komen naar Jeruzalem bij Herodes.
En dan komen ze daar aan en dan laat Herodes de theologen en de dominees van die tijd komen. En die weten haarfijn te vertellen waar Jezus geboren zal worden, namelijk in Bethlehem. Maar ze hebben geen enkele verwachting. Herken je dat? Ik wel, uit mijn eigen leven. Totdat ik een jaar of 16, 17 was, kende ik ook bij wijze van spreken hele stukken van de Bijbel uit mijn hoofd. Nou, dat is niet helemaal waar, maar wel heel wat. En ik kende allerlei rijtjes uit mijn hoofd en ik kende de zonen van Jacob uit mijn hoofd. En ik haalde voor godsdienst hele hoge cijfers op de middelbare school. Maar ik had geen enkele verwachting van God. En ik keek al helemaal niet uit naar zijn tweede komst, waar ik het zo meteen over ga hebben. Ik was doodsbang voor het tijdstip waarop Jezus terug zou komen. Als er een straaljager overkwam of het onweerde hard, dan kroop ik in een van angst. Omdat ik bang was dat de wederkomst was aangebroken en dat ik helemaal in het niet zou wegzinken. Dat het heel slecht met mij zou aflopen. Terwijl ik hele stukken, bij wijze van spreken, van de Bijbel uit mijn hoofd kende. En dat was in die tijd precies hetzelfde, want de mensen kenden de teksten. Ze wisten wat er in het Oude Testament stond, maar er was geen echte verwachting. En daarom is er nog iets anders nodig. En dat zie je bij Simeon ook. En dat is dat hij geleid wordt door de Heilige Geest. Ik weet niet of je het opgevallen is, maar in het stuk wat we gelezen hebben, wordt er 3 keer over de Heilige Geest gesproken. De Heilige Geest leidt hem naar de tempel. De Heilige Geest is op hem. En de Heilige Geest heeft hem geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat de Messias zou komen. Dat is de tweede reden waarom hij wel verwacht. Hij kent zijn Bijbel en hij laat zich leiden door de Heilige Geest. Daar kun je een hele preek apart over houden wat het betekent om door de Heilige Geest geleid te worden. Dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar die twee dingen zijn allebei belangrijk. Ken je Bijbel en laat je leiden door de Heilige Geest. Ik moet je zeggen dat die belofte die hij gekregen heeft, dat hij niet zal sterven voordat hij de Messias zal zien, ook voor mijzelf een hele bijzondere belofte, een hele bijzondere belofte is geweest, moet ik zeggen. Want toen ik tot geloof kwam, dat zullen jullie ook herkennen, als je tot geloof komt, dan word je soms zo enthousiast, dan wil je het aan heel de wereld vertellen en dan probeer je het soms bij mensen door de strot heen te duwen op een hele nare manier. Later leer je ook dat je af en toe wat tactischer moet zijn. Maar een van de mensen waarvan ik zo hoopte dat ze tot geloof zou komen, was mijn moeder. En we hebben wat gebeden in die tijd voor mijn moeder. En we hebben, denk ik kan het niet helemaal meer precies terughalen, maar wat tegen haar gesproken over het evangelie. En ik weet nog dat ik een keer op de snelweg reed en toen kwam deze tekst in mijn gedachten. Daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar toen kwam deze tekst in mijn gedachten. Dat ik niet zou sterven voordat mijn moeder tot geloof zou komen. En ze is tot geloof gekomen. Niet om een succesverhaal te vertellen, want er zijn ook heel veel mensen die je kent die nog niet tot geloof gekomen zijn. Maar daarom heeft deze tekst voor mij ook een hele bijzondere lading. En voor Simeon ook. Hij had de belofte dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Nou, voordat ik iets wil uit gaan leggen over wat dat betekent voor onze verwachting van de wederkomst, wil ik eerst iets anders zeggen over verwachtingen. Dat is even een zijpaadje. Want het is belangrijk om voor jezelf te weten dat wij allemaal in ons leven verwachtingen hebben. Iedereen, zoals we hier vanmorgen zitten in deze zaal, hebben op de een of andere manier verwachtingen in ons leven. En daar moet je thuis maar eens verder over nadenken, maar we verwachten allemaal iets. En heel vaak verwachten we iets in ons leven, verwachten we gelukkig te worden in ons leven, verwachten we het ware geluk te vinden in ons leven van iets of iemand die ons dat niet kan geven. Sommige mensen verwachten ten diepste hun geluk te halen uit hun partner. En die partner kan nog zoveel leuke dingen voor jou doen, maar die kan jou ten diepste niet echt gelukkig maken. Weer anderen verwachten om gelukkig te worden van hun baan of van hun carrière. En dat is belangrijk om gewoon die verwachting te hebben. Want als je geen verwachting meer hebt, word je cynisch. Maar ten diepste kan je baan en je carrière niet datgene geven wat God voor jou in petto heeft. Sommigen verwachten gelukkig te worden van hun kinderen. Noem maar op. Welke verwachting je ook hebt, blijf die verwachting koesteren. Maar verwacht niet dat datgene jou je diepste geluk kan geven. Want dat is alleen wat God kan geven aan je. Nou, nu even terug van het zijweggetje naar de hoofdweg. Wat kunnen wij nu leren van Simeon
over zijn verwachting bij Jezus' eerste komst, met betrekking tot onze verwachting van Jezus' tweede komst. Het eerste wat we kunnen leren is, ken je Bijbel? Ken je Bijbel? Het onderwerp van de wederkomst van Jezus is een van de belangrijkste onderwerpen van het hele Nieuwe Testament. En zoals Simeon 350 verwijzingen had naar de komst van de Messias, zo hebben wij in het Nieuwe Testament 300 verwijzingen naar de wederkomst van Jezus. Er staan heel veel teksten, heel veel gedeelten in het Nieuwe Testament over de wederkomst van Jezus. En hoe minder je erover weet, hoe minder je ernaar verlangt dat Jezus terugkomt. En daarom zou ik jullie aan willen bemoedigen, probeer in je Bijbel eens op zoek te gaan naar teksten, naar gedeelten die gaan over de wederkomst. En misschien ben je er al mee bezig. Maar ik kan je eerlijk vertellen, dan krijg je bij wijze van spreken een halve Bijbel erbij. En dan ga je dingen ontdekken die je verlangen na die wederkomst aan zullen wakkeren. Dan ga je bijvoorbeeld ontdekken, ik zal één ding noemen, dat er een openbaring staat dat zowel jij als je de Heer Jezus dient, als Jezus later na de wederkomst allebei een nieuwe naam zullen krijgen. Openbaring 3, dacht ik. Zowel jij als gelovige als de Heer Jezus zullen na de wederkomst allebei een nieuwe naam krijgen. En dan ga je onderzoeken in de Bijbel wat het betekent als mensen een nieuwe naam krijgen, zoals Abraham en Isaac. En dan ga je zien wat voor tijd dat eigenlijk gaat worden na die wederkomst. En zo zijn er veel meer gedeelten, veel meer teksten die je helpen om meer en meer uit te gaan kijken na die wederkomst. En misschien is het dan wel zo, dat weet ik niet zeker. Misschien is het dan wel zo dat je hetzelfde mee gaat maken als wat Dietrich Bonhoeffer meemaakte als het gaat om het verwachten. Sommigen van jullie kennen Dietrich Bonhoeffer, denk ik. Dat was een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, een dominee. En hij was in Amerika, maar hij koos er heel bewust voor om terug te gaan naar Duitsland, naar de mensen van zijn volk die onderdrukt werden door Hitler. En hij ging daar actief in het verzet. En op een dag werd hij opgepakt. Later is hij vlak voor de bevrijding gedood. Maar hij werd opgepakt en hij kwam in een cel terecht. En de enige die hem af en toe op mocht zoeken was zijn vriendin. En toen zei hij op een dag tegen zijn vriendin dit. Zou je niet onaangekondigd bij mij op bezoek willen komen? Want alleen al het feit dat ik weet dat jij komt, geeft mij zoveel vreugde. Zou je niet onaangekondigd bij mij op bezoek willen komen? Want alleen al het feit dat ik weet dat jij komt, geeft mij zoveel vreugde. Hij bedoelde dat denken over het moment dat zijn vriendin kwam, nog een week, nog 6 dagen, nog 5 dagen, dat gaf hem al zoveel blijdschap, dat wilde hij niet missen. En als zijn vriendin zomaar plotseling zou komen, dan zou hij dat niet meegemaakt hebben. Nou, nu is het natuurlijk niet zo dat als Jezus terugkomt, dat dat moment net zo mooi is als die verwachting ernaartoe. Maar het kan wel onze verwachting doen groeien als we meer leren, meer lezen over die wederkomst van Jezus. En het tweede wat we op dit punt kunnen leren is dit. Dat hebben we gelezen in Petrus. Leef een leven waar God blij van wordt. En ik zeg het bewust zo. Dit is de tweede keer dat ik deze preek hou. En de vorige keer heb ik het anders gezegd. Toen heb ik gezegd, leef heilig. Maar ik weet bijna zeker, niet helemaal, daarom zeg ik ook bijna, ik weet bijna zeker dat als ik het zo zeg, leef heilig, dat sommigen van jullie of heel nukkig worden en denken, oh daar gaan we weer, ik moet weer heilig leven en dat lukt mij niet. Of die worden heel blij, want die denken, yes, dan ga ik een lijstje bijhouden van wat ik wel of niet moet doen. Dan ga ik een beetje strepen en een beetje aanvullen enzovoort en dan komt het vanzelf goed. En allebei is niet wat God bedoelt met een heilig leven. In Petrus hebben we gelezen dat in het licht van Jezus' wederkomst wij op worden geroepen als christenen om heilig te leven, godvruchtig, onbesmettelijk en onbevlekt. Maar dat zijn allemaal hele vage, abstracte woorden. Stel nu dat je hier zit en je zit op de lagere school en je hoort ik moet heilig leven, ik moet godvruchtig leven, ik moet onbevlekt leven en smetteloos. Wat zeg je dat nou? En daarom wil ik jullie een voorbeeld geven.
voorbeeld wat ik ooit hoorde. Stel nu jongens, je bent op een dag uitgenodigd voor een bruiloft. En op de dag van de bruiloft, dan gaat die bruidegom, die man in zijn mooie pak, die gaat naar het huis van de bruid toe. En die staat dan in zijn mooie pak en die belt aan bij de deur. Maar er wordt niet open gedaan. En hij drukt nog een keer op de bel of hij begint op het raam te kloppen. En er wordt nog steeds niet open gedaan. En op een gegeven moment dan wordt hij een beetje zenuwachtig en dan gaat hij eens naar rechts en dan kijkt hij door het raam en dan ziet hij door het raam zijn bruid niet in een bruidsjapon, maar in een tuinbroek. En die is in die tuin aan het werk in een tuinbroek. En die hele tuinbroek of dat pak of dat oude broek wat ze aan heeft zit onder de vlekken en zit onder de modder. Wat denk je dat hij dan doet? Nou ja, als hij een beetje fatsoenlijk is, dan blijft hij staan en dan gaat hij je nette bewoordingen uitdrukken dat hij ontzettend verdrietig is en ontzettend boos. Maar als hij een wat vuriger karakter heeft, dan keert hij om en dan gaat hij terug naar huis. Omdat hij zo verdrietig is, maar ook zo verontwaardigd dat zijn vriendin niet alleen die dag vergeten is, maar gewoon bezig is met andere dingen. Nou, als je in de Bijbel kijkt, is de Heer Jezus de bruidegom en wij zijn de bruid. En heilig leven betekent in het beeld van die bruid en die bruidegom dat we zijn komst opwachten. En onheilig leven betekent niet alleen dat je bezig bent met verkeerde dingen. Die bruid was helemaal niet bezig met verkeerde dingen. Die was juist bezig met hele goede dingen. Die was bezig om de tuin te doen, wat waarschijnlijk ook moest gebeuren. Onheilig leven is net zo goed dat je je bezighoudt met goede dingen op het verkeerde moment. En heilig leven, dat zou je samen kunnen vatten onder dit. Zo leven dat de Heer Jezus blij wordt als hij jou ziet bij zijn terugkomst. En daar kun je ook een hele preek over houden, hoe je dat dan moet doen of hoe je daarin kunt groeien. Maar ik zou alleen dit willen zeggen. Hoe kun je heilig leven voor God? Niet allemaal lijstjes. Niet dit mag wel en dat mag niet. Want daar word je ontzettend gefrustreerd van en ontzettend teleurgesteld. Maar neem de tijd om te kijken en te luisteren naar de Heer Jezus. En misschien kunnen jullie straks bij de koffie, als je niet weet waar je het over moet hebben, of straks thuis is met elkaar daar eens wat over doorpraten. Van hoe kunnen wij kijken en luisteren naar de Heer Jezus? Wat zijn mogelijkheden, wat zijn middelen, wat zijn momenten waarin we veel van Hem kunnen zien? En waarin we veel van Hem kunnen horen? Misschien hou je van preken, ik luister zelf graag preken. Maar misschien hou je helemaal niet van preken en luister je liever muziek of ga je liever de natuur in. Prima. Zoek momenten waarop je veel kunt zien van de Heer Jezus en waarin je veel van Hem kunt horen. Zoek mensen op waarvan je weet dat ze ondanks hun fouten en gebreken iets hebben van Jezus. Dat heeft Petrus in zijn brief ook beschreven. Want als je kijkt in 2 Petrus 1, dan beschrijft hij dat moment dat hij met Jezus was bij de verheerlijking op de berg. En dan beschrijft hij precies wat ik net zei, wat hij daar gezien heeft van de majesteit van Jezus en wat hij gehoord heeft. 2 Petrus 1, vers 16 tot 18. Moet je thuis maar eens nalezen. Kijken en luisteren naar Jezus. En dan moet je eens opletten wat er gebeurt als je kijkt naar Jezus en als je luistert naar Jezus, wat er gebeurt met het verlangen naar de wederkomst. En wat er gebeurt met jouw focus of onze focus om heilig te leven. Want als je gaat focussen en gaat richten op een heilig leven en op een leven wat God wil, dan word je gefrustreerd en dan raak je teleurgesteld. Maar als je je richt op Jezus, wie Hij is en wat Hij voor je gedaan heeft, en dat Hij als een grote God, als een klein babytje naar de aarde kwam, dan gaat dat verlangen naar de heiliging en dat streven naar die heiliging, dat verdwijnt een beetje naar de achtergrond, omdat je je bezighoudt met Jezus zelf. Het is een bekend gegeven, ook in de psychologie, wat je aandacht geeft, dat groeit. En als je heel sterk de aandacht gaat leggen op heilig leven, dan word je alleen maar teleurgesteld. En daarom, zoek mogelijkheden om te kijken naar Jezus. En weet je wat dan zo ontzettend mooi is? Heb je misschien nooit geweten, was voor mij een tijdje geleden ook een eye-opener. Als we zo bezig zijn om God te behagen, om het zomaar eens te zeggen. En om zo te leven dat God er blij van wordt. Dan halen we die wederkomst van Jezus dichterbij. Misschien heb je altijd gedacht dat de dag van de wederkomst vast lag. Dan moet je even in je Bijbeltje, als je hem bij je hebt, even gaan kijken naar vers 12 van 2 Petrus 3.
En dan moet ik eigenlijk dit erbij zeggen. Ik ben een grote fan van de Statenvertaling en ook van de herziene Statenvertaling. Maar hier zitten ze er toch een beetje naast. Want er staat dit. Als deze dingen dus allemaal vergaan. Vers 12. U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. Is er iemand van jullie die een andere vertaling bij zich heeft? Ja? Welke heb jij? Wat staat daar als ik vragen mag? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk. Ja, dat is toch goed vertaald. Dus de komst van God verwachten en verhaast. In het Grieks staat een woord dat betekent verhaast of bespoedigd. Hier is het een beetje wegvertaald met verlangd, dat klopt natuurlijk ook wel. Maar in het Grieks staat verhaast of bespoedigd. Dus door uit te kijken naar de Heer Jezus en zo te leven dat Hij er blij van wordt, halen we bij wijze van spreken die dag van de wederkomst dichterbij. En dat is in wezen natuurlijk ook logisch, want als wij er niet klaar voor zijn, en dan kun je natuurlijk ook weer zeggen, wanneer ben je er klaar voor, je bent er nooit klaar voor. Maar als wij totaal God niet verwachten, waarom zou die dan terugkomen? De komst van Jezus verwachten en verhaasten. Dat is de belofte die God geeft voor een heilig leven. Nou, nu die andere twee dingen, die andere twee punten, die zijn iets korter. Dus het eerste wat ik gezegd heb is, de verwachting voor Jezus' eerste komst is niet gebaseerd op omstandigheden, maar op het woord van God. Het tweede is, de verwachting bij Jezus' eerste komst wordt anders vervuld dan je zou verwachten. Misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je, ja, dat hele kerstgebeuren en dat hele gebeuren met God en Jezus die naar de aarde komt, dat raakt mij eigenlijk niet en ik heb daar ook eigenlijk helemaal geen zin in. En ik verwacht al helemaal niet dat Jezus snel terug kan komen en dat hoop ik ook helemaal niet. Het mooie is dat God daar, ondanks onze verwachting die we misschien niet hebben, dwars doorheen breekt. En dat als wij hem niet verwachten, dat hij toch komt. En dat als je hier vanmorgen zit en denkt, ik zit hier, maar ik was net zo lief thuis gebleven, dat God daar toch doorheen breekt. Dat is genade en dat is kerst. God komt toch, ondanks onze verwachting die we misschien niet hebben. Maar, en je moet goed opletten, hij komt anders dan je zou verwachten. En dat gebeurt heel vaak. God komt heel vaak anders dan wij zouden verwachten. Want er staat even 25 en 26 van Lucas 2, dat Simeon, ik zal het even bijpakken, Simeon verwacht de vertroosting van Israël en vers 26, de gezalfde van de Here. Hij verwacht de vertroosting van Israël en de gezalfde van de Here. Nou, als je dat samenvat, betekent dat hij verwacht de Messias. Maar waar heeft hij aan gedacht? Wat denken jullie? Waar heeft hij concreet in zijn hoofd, als je probeert na te denken, waar heeft hij aan gedacht? Aan de vertroosting van Israël en de gezalfde. Zou hij aan een klein babytje hebben gedacht? Denk het niet. Misschien heeft hij wel gedacht dat God in een of andere gedaante vanaf de Olijfberg zou komen en zo Jeruzalem zou bevrijden. Ik weet het niet precies, ik probeer even wat te fantaseren op grond van wat tekst uit het Oude Testament. Maar een babytje, een klein babytje van bij wijze van spreken 8 pond. Is dat de Messias? Is dat de gezalfde? Is dat degene die ons moet gaan verlossen? En toch komt God op die manier in Jezus naar Simeon toe en ook naar ons toe. God vervult zijn belofte. Altijd. Maar heel vaak op een totaal andere manier dan wij zouden verwachten. Misschien herken je dat wel uit je eigen leven. Dat je vroeger een tekst hebt gehad van God, om het maar even zo te zeggen, of een heel belangrijk woord wat belangrijk is voor je, en dat je denkt, ik ben benieuwd hoe God dat gaat vervullen. Heel vaak gaat het totaal anders dan wij zouden verwachten. En ik vind het zo mooi om te zien dat Simeon tevreden is, blij is, uitzinnig van geluk is met een klein babytje van 8 pond. Als Jezus later groot gaat worden, dan zijn heel veel mensen uit zijn tijd nog niet eens tevreden met een volwassen Jezus. Maar Simeon is tevreden met een baby die Jezus heet.
En hij gelooft dat dit de vervulling is van Gods belofte. Dat is een groot geloof. Ik heb heel vaak een soort idee bij een groot geloof dat ik hier ben of ergens anders ben. En dan verwacht dat God iets heel bijzonders gaat doen. Nou, dat doet God ook. Maar op een hele gewone manier. Die ik totaal niet zou verwachten. Want Jezus komt niet met miljoen engelen vanaf de Olijfberg Jeruzalem in. Maar hij komt als een babytje in de stal. Wat we daarvan kunnen leren voor de wederkomst is denk ik dit. Het is goed om uit te kijken naar de wederkomst. Het is goed om bezig te zijn met het te bestuderen van teksten over de wederkomst. Maar laten we alsjeblieft niet te veel vastzitten aan een soort schema over de wederkomst. Sommige mensen menen precies te weten hoe Jezus terugkomt en hoe dat allemaal precies en zo zal gaan. Ik kan je dit zeggen, je kunt er op grond van de Bijbel heel veel over zeggen en er valt ook heel veel over te zeggen, maar het zal altijd anders gaan dan wij verwachten. En op het moment dat je denkt dat je het weet, gaat God het vaak precies iets anders doen. En ik weet bijna zeker dat ik sommige mensen hiermee heel erg tegen hun hoofd stoot, want die hebben al een soort schema in hun hoofd. Maar het gaat heel vaak net iets anders. En nogmaals, ik zeg dus niet dat je er niks over kunt zeggen, maar focus je op wat God gezegd heeft in zijn woord en niet zozeer op jouw schema. Want dan kom je net toevallig in de openbaring weer een tekst tegen waarvan je denkt, die past net niet in mijn schema. En dan ga je alle bijbelteksten een beetje knutselen om toch jouw schema weer compleet te krijgen. God doet het heel vaak net anders. Een van de grote problemen van de tijd van kerst, van de tijd dat Simeon en Anna leefden, waarom mensen toen niet in Jezus geloofden en niet massaal naar die kribbe toe gingen, was dat ze een andere verwachting hadden van hoe de Messias zou komen. En daarom laten we uitkijken naar hem en hem verwachten en niet de vervulling van ons schema van de eindtijd. En als je nou denkt van, ik denk er heel anders over, dat mag. Ik zal na de dienst niet gelijk weghollen. Dus ik kom daar gerust over verder praten, maar ik heb zelf ook een tijd gehad dat ik zo bezig was met mijn schema van de eindtijd, dat ik onbewust probeerde om dat bij iedereen een beetje zo naar binnen te duwen. En iedereen moest het toch wel net een beetje zo zien zoals ik het zag. En een groot gevaar is dan dat je de aandacht van hem afleidt naar het. Laatste punt, en dan gaan we daarna een beetje naar een afronding. Dat gaat over Anna. De verwachting voor Jezus' eerste komst wordt versterkt door de gelovigen onderling. Want op het moment dat Simeon daar in die tempel is, ik denk dat hij naar die tempel gehold is. En hij staat daar met dat kleine kindje Jezus in zijn armen. Dan komt Anna er ook bij staan. En als je Lucas 2 leest, dan zou je kunnen vertalen dat ze 84 jaar oud is. Maar je kunt ook vanuit het Grieks vertalen dat ze 105 jaar oud is. Heeft een beetje te maken met hoe je die 84 jaar vertaalt. Maar dat doet niet de zaak, het is een oude vrouw. Of ze nou 84 is of 105, zeker in die tijd was een oude vrouw. En ze komt erbij staan en zij ziet dat babytje Jezus en ze weet, dit is de beloofde Messias. En ze heeft bij wijze van spreken de kerk, de adressengids van de kerk niet nodig, maar ze holt naar Jeruzalem en ze weet precies wie de mensen zijn die hem verwachten. Jeruzalem was in die tijd een stad waar ongeveer 25.000 mensen woonden, iets groter dan Urk. Ik heb even nagekeken, hier woonden rond de 20.000, dus het was iets groter dan Urk. Maar ze rent naar die mensen waarvan ze weet dat ze de Messias verwachten. En ze vertelt het overal. En dat is zo'n mooie les voor ons. Ook weer zo'n oudere vrouw die het overal vertelt. Niet geforceerd, niet krampachtig als je ergens bent. Probeer dat gesprek daarover te brengen. Bid daarvoor of God je mogelijkheden geeft op je werk of op school of waar je ook bent. En misschien krijg je die mogelijkheden niet. Niet geforceerd, maar wel met overtuiging. Juist ook in deze tijd van kerst. En wat kunnen wij daarvan leren voor ons uitkijken naar de wederkomst? Over dat delen met andere gelovigen. Eigenlijk sluit het een beetje aan bij wat ik straks al gezegd heb. Ga je samen verdiepen in wat de Bijbel zegt over de wederkomst. En nogmaals, niet om een schema ervan te maken, maar wel om te groeien in het verlangen naar zijn komst. Een tijdje geleden hadden we op onze Bijbelstudiegroep thuis afscheid van een meisje
die een jaar of acht bij die Bijbelstudiegroep had gezeten. En ik had haar gevraagd of ze iets wilde vertellen wat ze in die jaren geleerd had of wat haar was bijgebleven. En toen zei ze dat juist die studies over de eindtijd, juist die studies over de wederkomst, bij haar als het ware ervoor gezorgd hadden dat de schellen van haar ogen gevallen waren. Ja, als je op een Bijbelstudiekring zit, om samen te kijken wat zegt die Bijbel nou over die eindtijd en over die tijd van de wederkomst. En het tweede wat ik zou willen zeggen is, dat klinkt misschien een beetje apart, maar kijk samen naar de lucht. Want als je graag studeert en graag Bijbel leest, dan vind je het heerlijk om met al die teksten bezig te zijn. Maar als je wat meer praktisch ingesteld bent, of je bent meer een doener, je pakt liever een zaag bij wijze van spreken, of je gebruikt liever je zintuigen, kijk samen naar de lucht. Isaac da Costa, dat was een messiasbelijdende Jood, die keek elke dag, deed hij de gordijnen opzij en elke dag keek hij uit het raam. En als dan de lucht onbewolkt was, dan zei hij, ah jammer, vandaag kan Jezus niet terugkomen. Dat is mooi hè, daar kun je natuurlijk ook weer een hele discussie over houden van ja die wolken, is dat niet een engelenwolk of een regenwolk? Maar daar gaat het helemaal niet om, het gaat om die houding. Elke dag uit het raam kijken en hopen dat Jezus dan terug zou komen. En dan moet je echt eens proberen. Ik probeer dat af en toe ook om, of ik nou op het schoolplein sta of een keer in het donker, letterlijk naar de lucht te kijken en te beseffen, daar zal die straks terugkomen. Wat zie je dan voor je? Waar denk je dan aan? En wat doet dat met je verlangen? En dan moet je dat eens met elkaar delen als je op een kring zit of ook straks bij de koffie of in de app. Dan kun je soms hele verrassende dingen ontdekken. Ik sluit af. Simeon en Anna's taak zit erop. Het is, zou je kunnen zeggen, eerste kerstdag geweest. Want Jezus is geboren. En de tweede kerstdag, jongens, die komt nog. Dat is de tijd dat Jezus voor de tweede keer komt. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar soms kun je dat idee hebben van, nou, ik zie best wel uit naar de wederkomst, maar nog even niet. Mijn zoontje had dat pas ook, daar vroeg ik aan van, waar zie je nou uit? Waar zie je naar uit de komende tijd? Toen zei hij zoiets van de wederkomst, oud en nieuw en mijn verjaardag. En toen realiseerde hij zich dat dat voor problemen ging zorgen. Dus toen zei hij, eerst oud en nieuw en dan mijn verjaardag en dan de wederkomst. Want hij dacht, ik moet die twee toch nog wel even meepikken. En dat is natuurlijk leuk en daar ben ik ook helemaal niet boos om geworden. Dat vind ik alleen maar prachtig. Ik denk dat daar ook niks mis mee is. Want zoals ik al zei, als je geen verwachting meer hebt, dan word je cynisch. Dan ga je overal kritiek op hebben enzovoort. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je hier vanmorgen zit en zegt, ik heb totaal geen enkel verlangen naar de wederkomst. Omdat je misschien bang bent, of angstig, of omdat je zegt, mijn leven is zo'n puinhoop. Of omdat je zegt, ik moet er niet aan denken, die wederkomst. Het verlangen is bij mij helemaal weg. Misschien is het er vroeger wel eens geweest, maar het is helemaal weg. Dan wil ik je bemoedigen met dit. Daarom vond ik het ook mooi trouwens, dat er straks voor werd gelezen uit Openbaring 22. In Openbaring 22 zegt Jezus tot 3 keer toe, ik kom spoedig. En daarmee laat hij zien, zijn verlangen naar de wederkomst is groter dan ons verlangen naar de wederkomst. Dat hebben we ook gezongen in dat lied. Zijn verlangen naar de wederkomst is groter dan ons verlangen naar de wederkomst. Dus als je hier vanmorgen zit en je weet in je hart, ik hou van de Heere Jezus, maar die wederkomst, ik kan er geen zin in krijgen. Weet dan dit. Zijn verlangen is groter dan jouw verlangen. En als je geen enkel verlangen hebt, ga dan niet in jezelf zitten graven en zitten wroeten om te zoeken of daar nog wel wat verlangen zit, want dan kom je alleen maar meer rottigheid tegen. Maar kijk dan naar Hem en luister dan naar Hem. Zijn verlangen is groter dan ons verlangen. En als Johannes dat hoort, want het wordt 3 keer gezegd. Als Johannes dat hoort, dan bij de laatste keer, dan breekt hij op dat eiland Patmos. En dan zie je hem bij wijze van spreken groeien in verlangen. En dan zegt hij, kom haastig. Ik sluit af met een voorbeeld van mijn dochter, toen ze nog maar heel klein was. Ik weet niet meer precies hoe oud ze was. Ik denk 2,5 of 3 jaar. Toen vroeg ik een keer aan haar, Tamar, wat zou jij doen als Jezus morgen terugkomt? En toen zei ze dit. Ik zou een tekening voor hem maken. Dat was het allermooiste wat zij kon bedenken, wat zij op dat moment kon doen. En ik wil jullie
deze vraag voor deze kerstdag meegeven. Wat zou jij doen als Jezus morgen terugkomt? Zullen we een klein ogenblik stil zijn en dan gaan we daarna de lofzang van Simeon zien.